Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In het grootste deel van het land is er bewolkt. Op de satellietfoto is het niet heel goed te zien, maar het is echt wel zo. Een zwakke storing, die zien we wel op de satellietfoto, die trekt nu van noordwest naar oost over het land. En daar valt ook wat lichte regen bij op een aantal plaatsen. In het noordwesten zal later vanochtend al voorzichtig de zon gaan doorbreken. Nou, vanmiddag gebeurt het op meer plaatsen. Van tijd tot tijd schijnt de zon. In de rest van het land komt dan verspreid nog wel een enkele bui voor. Die buien komen vanaf de Noordzee het land binnengetrokken. Tot ongeveer 20 graden en er waait nog steeds een stevige westelijke wind. Vanavond wordt het op veel plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 17 graden en de wind neemt langzaamaan wat af. Morgen waait er een overwegend matige noordwestelijke wind. Verder schijnt de zon van tijd tot tijd, maar ook krijgen we een paar buien die over het land trekken. Met 17 tot 19 graden is het ronduit koel. En ook woensdag, donderdag en vrijdag blijven we met lage temperaturen te maken hebben. Vooral woensdag vallen er flinke buien, kan veel regenwater vallen en er kan ook een klap onweer bij zitten. Donderdag en vrijdag nog steeds kans op een bui, maar de buien zijn wel minder talrijk. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl